een seat vrijmaken voor een andere gebruiker? Dat kan met de Account Management Portal. Hoe dan? Ga in een browser naar www.sketchup.com. Zorg dat je bent ingelogd met het juiste Trimble ID. Eenmaal ingelogd kun je hier ook naar je Account Management Portal. Waarschijnlijk heb je meerdere accounts, dus zorg dat je de juiste voor je hebt. We gaan een gebruiker verwijderen, dus kiezen we Members. Van elk contract zie je wie er een seat heeft en hoeveel er nog over zijn. Zweef over de naam van de gebruiker die je wilt verwijderen en klik dan op Remove om te bevestigen. Let op het scorebord van de seats. Zo dan.